benieuwd wat hieruit gaat komen. Okay. So first we go to Inde. Mm-hmm. Yeah, after we can visit. Okay, yeah. Okay. Het is ongeveer 9 uur. We hebben nog behoorlijk last van spierpijn. Dus we hebben besloten om de hele dag maar op een boot te gaan zitten en ons te laten rondvaren over het Inlemeer. De eerste stop van de boottocht over het Inlemeer is Intijn. Dit zijn echt oude, hè? Ja. Dit zijn de echte. We worden achtervolgd. Is dat wie? Deze plek staat niet standaard op het programma van een boottocht. Ik had erover gelezen op internet en er speciaal naar gevraagd. En het is de moeite waard hoor. Fantastisch hier. Sommige zijn echt al honderden jaren oud. Sommige zijn net nieuw. Maar het geheel is echt gewoon uniek. Prachtig. Wat is die tas nou weer? Oh, mooie zon. Komt ie. Ja, zo. Sorry. Moet die sjaal niet weg daar? Nee, laat maar. Nieuwe uitdaging. Daar ga ik naartoe. Tot zo. We zijn er bijna. En zonder steentjes in die sandalen zou het nog makkelijker gaan. Maar het is niet anders. Tjonge, jongen. Oh. Ja, broeder. Je bent nu mijn enige vriend hierboven. En door. Dit heb ik gekregen omdat ik de afgelopen dagen zo goed heb gelopen. Ja, dat zie je erbij. Zo. Mag wat kosten zeker. Ja, maar deze keer ga ik voorzitten. Ja, is goed met jou. Deze dame blijft vol harder, maar ik geloof niet dat er iets gekocht gaat worden. En door. Milawa. We zijn hier bij het Inle Heritage. En dit is een opleidingscentrum. En ze leren hier ook hoe je nou met de omgeving moet omgaan, zodat het niet verpest wordt door massatoerisme. Bootsman. Maar we hebben aangeboden dat hij hier met ons mee mag eten. Dus het ziet er goed uit. Wat gaan we nu weer eten? Dat heb ik precies gedaan wat ik wou. Alleen maar kip met noedels. Ik heb kip met kip in kokosnoot. Lekker.
van dikhout zaag men planken. Ja, en als je dan toch in de sigarenfabriekje bent, kun je er maar eens goed eentje opsteken. De tweede voor een niet roken. Ja, super zwaar. De Karen denken dat ze afstammen van draken. Daarom hebben ze allemaal van die ringen om hun nek. Tot wel 24 kilo. Het is niet zo dat hun nek langer wordt, maar hun schouders zakken en hun kin komt omhoog, waardoor het optisch lijkt alsof hun nek langer wordt. Zo, nu zijn we in Yang Shui. We hebben zo'n 8, misschien wel 9 uur op het meer rondgedobberd. Onze vriend hierachter die heeft ons de mooiste plekken in, op en aan het meer laten zien. De planning is nu om te kijken wat we de rest van de week gaan doen. Maar dat zien jullie in de volgende vlog.